Yo gasten, en vandaag weer een gastrol. Ja, de gastrollen zijn natuurlijk bedoeld om van elkaar te leren en niet om elkaar af te zeiken, want dat kennen we allemaal natuurlijk. Ik geef meestal wel even een tip mee en mijn tip hiervoor bij deze commentary is gewoon gebruik gewoon niet echt muziek of zo. Weet je. Ik ben er niet echt voorstander van. Of je moet er echt wat mee gaan doen met je muziek. Maar niet zomaar even muziekje er ook nog eens kronden. Ja, ik vind het persoonlijk vind ik het vrij hinderlijk. Ik weet niet hoe of iedereen dat vindt. Maar goed, dat vind ik in ieder geval wel. En dat is mijn tip die ik mee kan geven. Het is mijn mening. Ze zeggen jongens, like hem. Yo mensen, ik ben Dylan Moreno, oftewel gewoon Dylan. En vandaag heb ik geen Jeff voor jullie, maar natuurlijk wel gewoon ik met een nieuwe gastrol voor jullie. Hopelijk genieten jullie van deze gastrol. Laat vooral ook een like achter voor Jeff, want hij verdient deze like als jij er natuurlijk eentje achterlaat. Zet ook even een reactietje als de commentary gedaan is van wat je natuurlijk van mijn commentatorstijl vindt en wat je natuurlijk van mij vindt. Even heel kort over wie ik ben. Ik ben Dylan Boynel, oftewel gewoon Dylan zoals ik altijd zeg. En ik ben Dylan de Zwart, een jonge 13 jaar, hetero voor de gasten die homo zijn. Nee, ik ben gewoon hetero. dus dat is balen voor jou. Nee, ik ben hetero, ik ben 13 jaar, mijn ouders zijn gescheiden, woon in België en Rotterdam. Ben nu in België, ik heb al een keer contact met Jeff gehad, al een paar keer, over van alles. Ik tweet soms met hem, ik weet gewoon dat Jeff, hij doet gewoon altijd super aardig, dus ik denk echt wel dat Jeff gewoon een topgozer is eigenlijk. Dat weet ik wel zeker. Ik heb 177 subs, ik ben sinds 25 december was mijn eerste commentary, 24 december bestond mijn kanaal en dat wou ik heel even kort zeggen, in 1 minuut en 35 seconden. Dus nu heel snel naar het onderwerp, want mijn onderwerp gaat over Call of Duty. Wat ik eigenlijk verwacht van Ghost en wat ik nou vind van MW3 en van Black Ops 2. En ik ga even mijn mening geven. En dan moeten jullie zelf maar bepalen of dat je het daarmee eens bent. Of dat je nou zegt van die gast die heeft niks verstand. Maar ik heb wel aardig wat verstand. De gameplay die jullie zien is Domination op Underground met een MP7. En als secondary een MP9. Ik speel met Specialist. En het is geen hele goede gameplay. Het is gewoon 41-15. Want ik had geen gameplay meer, dus ik moest even snel wat halen. En toen haalde ik dit even snel. En toen dacht ik van, dan gebruik ik dat, weet je. En ik ga gewoon nu snel naar mijn onderwerp. Dus, MW3 natuurlijk was een top game. Ik heb natuurlijk alle CODs die er zijn. Gewoon 1, 2, 3 op PSP en 4, 5, 6, 7. Je weet wel, al de rest van Modern Warfare 1. Tot en met Black Ops 2 heb ik op de PlayStation 3, jongens. Ja, en ik vind Black Ops 2 zonder al te veel woorden aan te bestenderen, als ik dat zo goed uitspreek. Bestenderen denk ik dan maar. Gewoon een head glitch map, dus gewoon alle maps zijn head glitch mappen. Dus Paul, jij kan je lekker uitleven als je dat wilt. Nee hoor Paul, grapje man. Het is gewoon overal staan head glitch spots. En ik ben daar een beetje klaar mee. Daarom speel ik vooral League Play. Want daar ga je een stuk minder... Daar gaan de tegenstanders, want ik doe het echt nooit. De tegenstanders gaan echt een stuk minder head glitchen. En dat wil ik gewoon. Ik wil gewoon van die gasten hebben die voor de objective gaan. In mijn team. Want ik speel meestal ook samen met Lars. Die jullie niet kennen. En dan ga ik League Play spelen. Omdat het natuurlijk een stuk beter is. Als gewoon public match. Ik speel public match. Ook meestal. Ik ben sinds kort met League Play begonnen. Ik zit nu al in de Gold Division. Als jullie dat even wel weten. Ik speel PlayStation 3 trouwens. Dylan Boy. Laatste reepje. En Els mijn naam trouwens. Maar hoe dan ook. Even terug naar het onderwerp. Ik vind
als ik online speel Black Ops 2, kom ik overal headglitches tegen, overal pauletjes. En ik kom overal fucking campertjes tegen. En bouncing slatties en claymores en sniperaars vooral. Dus dat is echt gewoon bullshit. En als je kijkt naar MW3, in deze game word ik maar één keer door... Nou, ik word wel een paar keer gesniped, maar door maar één gast. En dat vind ik minder erg dan dat ik door vijf man de hele tijd word gesniped, weet je. Ik ga misschien hier 10 keer door een sniperaar dood en 5 keer normaal dood of zo. Ik weet niet of dat ik zo... Dat is gewoon een schatting van mij, hè. Dan kan je zelf nog natellen als je daarin geïnteresseerd bent. Maar hoe dan ook, dat is gewoon zo bij mij. Nou ja, voor de rest heb ik met MW3 helemaal geen problemen. Zit de mob in, zit specialist in. Nou ja, dat wil ik ook terug in Call of Duty Ghost. Als dat in Call of Duty Ghost kan, dan ben ik een happy boy. Om het zo maar even te zeggen, weet je. Dan ben ik echt blij. En als er weer een fucking andere bullshit, whatever, voor nucleair in wordt gepropt, dan ben ik een sippy boy. Want ik heb echt geen zin om fucking een nucleair voor een titeltje te halen. Nee, ik wil gewoon iets waar ik mensen keihard mee kan afslachten in Call of Duty Ghost. En dat zoek ik. Iets waar ik voor kan gaan en waar je iemand mee kan killen. En niet waar je een fucking titeltje mee krijgt. Ik vind het ook wel leuk als ik er een titel bij krijg en een embleem. Dat zou ik altijd fijn vinden. En iemand gooit de deur weer dicht. Maar niet die van mij, die van mijn ouders of zo, whatever. Mijn broer heeft een beetje ruzie en zo, een paar problemen. Dus kan wel zijn dat hij dat is. Maar dat boeit helemaal niks in mijn commentary. Waar was ik over bezig? Oh ja, nou, ik vind het gewoon fijn dat ik met iets wat ik haal iets kan killen. Of de mensen kan killen, zou ik het zo zeggen. En ik vind de titels trouwens wel beter bij Black Ops 2. Dat is sowieso iets, maar dat is echt bij mezelf. Ik vind de titels mooier dan MW3. Dat moet je gewoon toegeven. Want de titels bewegen ook soms. En de titels zijn best wel mooie graphics in Black Ops 2, die titels. Dat embleem maken, dat hoeft voor mij niet. Nee, dat hoeft voor mij echt niet. Dat mag ook gewoon een embleempie zijn. Maar ik vind het wel leuk om zo'n mooie titel te hebben. Want ik vind die titel zo fucking nice, jongen. Daar kan ik echt niks aan doen. Met wapens betreft, daar wil ik even ook iets over vertellen. Ik wil dat de ECR fucking graag terugkomt in Call of Duty Ghost. Dat is echt iets wat ik heel, heel graag terug wil. En ik wil terug mijn mega overpowerde MP7. Niet die slappe hap van Black Ops 2. Wie ik ook nog terug wil in mijn fucking Call of Duty Ghost. Is trouwens mijn specialist, mijn assault en mijn support. Dat ik gewoon bij elk wapen een andere killstreak kan stoppen. Dat ik niet altijd met bijvoorbeeld Orbital, K9, Swarm hoef te spelen en zo. Ik wil gewoon iets net zoals MW3, maar dan nog beter. Dus MW3 eigenlijk, MW3 V2 eigenlijk. Dat wil ik gewoon. Dus eigenlijk helemaal MW3 stijl. Een klein beetje Black Ops 2 stijl met bijvoorbeeld de titels. Dat mag er wel in. Maar niet, voor de rest mag er niks van Black Ops 2 in. Geen head glitchpots, geen bullshit, helemaal niks. Maar wel die titels die ze hebben gemaakt, die vind ik echt nice. En ze mogen bij mij ook wat betreft ook zo'n nice maps doen. Want ik vind de maps, die de season pass, vind ik echt wel een goed idee eigenlijk. Dat helpt mij gewoon met tijd te bestenderen. Dan hoef ik daar ook al geen tijd aan te bestenderen. Ik moet ze alleen downloaden, maar ik heb ze al gekocht. Dus dat is gewoon nice. Dat is gewoon echt nice. Dus ja, dat is ook iets wel wat terug mag komen van mij. Voor de rest, specialist, zoals ik net al een paar keer heb herhaald, dat is gewoon iets. Dat is toch fucking vet. Je killt iemand en je krijgt er een perk bij. Hoe vet is dat? Dan hoef je niet te twijfelen van welke perk zou ik nou aanzetten. Nou, dan kan je gewoon de perks aanzetten die je het fijnste vindt in het begin. En daarna kan je zelf nog vrij spelen de perks die je daarna krijgt. Dus dan zou ik bijvoorbeeld gelijk voor Slide of Hand als eerste zetten. En dan kan ik later misschien Scavenger
weer vrij spelen, weet je. Ik wil Sleight of Hand trouwens ook terug. Dat wil ik echt wel terug. Want Black Ops 2 en Black Ops 1 hadden alle twee geen Sleight of Hand, maar Fast Hand. En Fast Hand sukt. En Sleight of Hand is fucking nu pro. Dus die wil ik ook wel terug, weet je. Je kan niet door twee laders eigenlijk zijn het, door die naast elkaar te zetten en die om te switchen, kan je nog altijd niet dezelfde perk hebben als Sleight of Hand. Sleight of Hand is zo nice. Dat helpt gewoon bij alle twee je wapens. Dus dat is al sowieso een voordeel. En bij Black Ops 2 moet je bij alle twee aanzetten. Ook op je secondary moet je daar ook Fast Hand op zetten. Geen Fast Hand. Fast Mag. Dan moet je dit daar ook op zetten. En daar heb ik echt geen zin in. Ik wil gewoon dat je dat gewoon makkelijk al hebt, weet je. Dat je gewoon bij alle twee je wapens heel snel kan switchen. En dat je ze heel snel kan reloaden. Dat vind ik fijn. En ik hoop ook dat de map packs een... dynamisch zou ik het niet noemen. Ik zou het eerder zeggen een beetje meer Battlefield-achtig. Iets meer. Niet dat je een huis kapot kan schieten. Dat wil ik echt niet. Ik wil wel, bijvoorbeeld als bij Hydro. Dat zou ik wel nice vinden. Maar niet... Nee, alsjeblieft, doe me dat niet aan. Niet dat je een huis kapot kan schieten. Ik heb niks tegen Battlefield. Ik speel Battlefield trouwens zelf ook. Battlefield 3, Battlefield 2 en Battlefield 1 heb ik. Ik heb ze alle drie. Ik speel pas ook weer Battlefield 3. Maar ik vind het gewoon niet leuk om dat in Call of Duty te doen. Daarom is er een onderscheid tussen Battlefield en Call of Duty. Je kan het niet hetzelfde gaan maken. Want als je dat doet, dan is er geen onderscheid meer. En dan gaan mensen wachten totdat Call of Duty of Battlefield uit is. En dan gaan ze gewoon kijken, net als bij Xbox One en PlayStation 4, welke beter is. En dan gaan ze pas kiezen. En dat wil ik gewoon echt niet hebben. Ik wil gewoon hebben dat ik Call of Duty koop voor omdat het zo nice is en omdat het anders spelen is. Dat je niet zo heel raar rent. Wat ik persoonlijk zelf vind bij Battlefield. Maar dat het gewoon net zo nice is en dat het een klein beetje dynamisch is. En bij Battlefield doe ik het gewoon fucking mega dynamisch, want dat vind ik gewoon echt wel chill. Maar ik zie al dat de tijd er bijna op zit. Ik heb het vooral over nu Ghost gehad. Vind ik gewoon een super toffe game. Ik zeg tot mijn volgende video, jongens. Jeff, bedankt voor de kans. Ik zeg tot mijn volgende video, jongens. Laters en ciao.